Hey dames en heren, mijn naam is Joost en welkom bij deze aflevering van GTA 5, waarin ik lekker rondrij op een fucking auto motor ding en een beetje aan het kutten ben. Want dat is alleen maar wat gameplay voor op de achtergrond, want ik ga deze keer wat nieuws proberen en dat heb ik een tijdje geleden ook gedaan toen ik ging praten over al de coole dingen die ik in 2015 heb gedaan en die ik hoopte te doen in 2016. Als je de video nog niet gezien hebt, klik dan eventjes op de kaart rechtsboven in het scherm, die brengt je naar die video toe. Maar ik wilde in deze video iets wat daarop lijkt nadoen en dat is gewoon praten over een onderwerp die jullie interessant vinden met wat gameplay op de achtergrond, in dit geval GTA. Want ik kon eventjes niemand vinden om samen mee op te nemen en ik had vorige week een mods gedaan, dus ik denk ik doe even wat anders. En dat is dus deze video. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Wil jullie dit vaker zien? Laat het dan weten met een duimpje omhoog of in de reacties beneden. Ik lees alle reacties dus. Let's motherfucking go. Ik vroeg op Twitter van yo, waar zal ik het over hebben? En ik had niet verwacht dat ik zoveel ontiegelijk veel trash van jullie zou krijgen op Twitter. Het is ongelofelijk. Ik kon niet heel veel onderwerpen vinden waarvan ik echt dacht van yo, dat is een cool onderwerp, laat ik het daar nou eens over hebben. Dus ik heb geprobeerd er het beste uit te pakken, want ik wil niet over negatieve shit praten, want daar hou ik niet van. En uit de positieve dingen heb ik gevonden liefde, verliefd zijn, mijn vriendin en fanmeetings. En ik dacht, laat ik over die twee dingen nou eens eventjes een stukje babbelen met jullie. Steven, een soort van update om te vertellen hoe het gaat in mijn leven en wat er op de planning staat. En gewoon mijn mening over die twee onderwerpen in het algemeen. Laten we beginnen met waarom jullie waarschijnlijk op deze video geklikt hebben. En dat is liefde. En heeft Joost nou een vriendin, ja of nee? Het antwoord is kort door de bocht. Ja, ik heb een vriendin. Sinds kort, niet heel lang. Ik ga daar verder niet heel erg op in, want ik wil mijn privéleven en YouTube-leven wel een beetje combineren, maar zoveel mogelijk nog wel gescheiden houden. En dat is dus mijn vriendin. Je zult haar waarschijnlijk wel zien in video's, zoals bijvoorbeeld hier in deze video is ze een paar keer voorgekomen. We zijn in de Efteling. We staan nu in de droomvlucht. Ja, en dat is dus mijn vriendin. Heel veel van jullie vroegen zich al af van wie is die chick? Nou, dat is dus mijn vriendin. Ze komt wel misschien al wel vaker voor in video's. En de echte diehard fans hebben er ook al weten te spotten op Twitter. Dus ik laat jullie gewoon lekker je eigen ding doen. Bemoei je ermee of bemoei je er niet mee. Ik heb in ieder geval een vriendin. Dat jullie het weten. Doe ermee wat je wilt. Ik hou nog steeds van al mijn fangirls. Dus maak geen zorgen hoor. Maar ja, oké, dus dat betekent dat mijn leven in ieder geval dat gevoel een stuk beter is. Want ik was, ik denk al 3 jaar single of zo. Ik weet niet, dat maakt me gewoon een stuk gelukkiger. En dat zie ik ook terug in mijn eigen video's. Ik heb veel meer energie. Veel meer positieve energie die ik wil uiten, ook naar jullie. En dat doet me goed. Dus ik vind het fijn dat ik me weer verliefd kan voelen. En dat ik iemand heb om dat mee te delen. En ja, I guess. Ze is in ieder geval heel lief. Ze is echt een schatje. En jullie zien er nog wel een keertje in video's. En ik begin weer helemaal te gloeien en zo. Ik bedoel, dit is Joost als hij praat over verliefd zijn en shit. Ik ben hier zo slecht in. Meestal van je. Wow, what the fuck? Doe normaal. Mijn stoel ploft. Wat is dit? Oké. Ik ben een beetje bang. Ineens ging mijn stoel ploffen. Maar ja, dat is een beetje over hoe het gaat met mij en liefde en dat soort dingetjes. It's all good, Gucci in Joosttown. Ik voel me weer gelukkig. Ik voel me eigenlijk altijd wel gelukkig, maar ik voel me iets gelukkiger dan voorheen. Dus dat is goed. Yay. Ik wilde echt een hele stomme overgang proberen te maken van dit onderwerp naar het volgende onderwerp, maar ik kon niks verzinnen. Dus ik ga nu wel gewoon naar het volgende onderwerp en dat is fanmeetings. Heel veel van jullie wilden dat ik ging praten over de Dutch YouTube Gathering of over Feed. Laat ik allereerst maar zeggen dat ik bij beide al aanwezig zal zijn. Ik zal allebei de dagen op de Dutch YouTube Gathering aanwezig zijn, zowel zaterdag als zondag. En ik zal bij Feed aanwezig zijn alleen op de fanmeetingdag. Dus niet op de prijsuitreikingdag, maar alleen op de fanmeetingdag. Daar kun je mij ook ontmoeten. Dus mocht je naar een van die twee meetings gaan, kom vooral voor langs, spreek me aan. Ga met me op de foto, vraag om handtekening, iets in die richting. Ik zal er zijn. Op de YouTube Gathering zal ik iets meer coole dingen doen waar ik het nu nog eventjes niet over wil hebben. Ik denk alleen wel dat jullie je moeten realiseren dat ik niet altijd in de zaal zal zijn. Echt gewoon vrij weinig. Vorig jaar had ik 10.000 abonnees met de YouTube Gathering. En toen werden we echt geëmboosht door kijkers. Moest ik constant handtekening uitdelen op de foto. Was heel erg leuk, maar we hadden eigenlijk gewoon geen moment rust. En aan het einde van de dag waren we echt kapot. En nou heb ik gewoon een extra nul. Dat betekent van 10.000 naar 100.000 abonnees in een jaar tijd. Is insane. Ik spreek nu heel veel meer kijkers aan en ik ben bang dat ik op de Dutch YouTube Gathering gewoon
geen rust meer krijg. Dat als het moment dat ik de zaal inloop, dat ik gewoon compleet geëmboost word door de kijkers. Ik samen met de squad. En daar zitten we nu op te wachten. Ik zal voornamelijk te ontmoeten zijn tijdens de meet and greets. Daar zal ik veel zijn. Maar ik zal denk ik niet heel veel door de zaal lopen. Ik weet niet precies hoe het gaat met mijn feed. Ik heb daar nog niks over gehoord van de feed mensen. Ik denk dat heel veel van jullie ook mijn mening erover willen hebben. Want ik wilde eigenlijk een beetje over een onderwerp praten. En mijn mening daaraan binden. Zodat ik jullie mijn mening kon vertellen. En over liefde heb ik niet echt een mening verteld, denk ik. Het is meer zoals een update video geworden dit. Mening over liefde, het is gewoon fantastisch. Ik voel me gewoon helemaal gelukkig. En ja, dat heb ik al verteld. Dus dat. En mijn mening over fanmeetings is, ze zijn awesome. Alleen chaotisch. En het chaotische, dat is wat ik me heel erg weerhoudt van fanmeetings. Ik ga er graag naartoe, maar ik ben altijd een beetje bang en een beetje sceptisch voor. Omdat ik nooit precies weet wat ik kan verwachten. Zijn er wel genoeg beveiligingsmaatregelen getroffen? Is backstage ook echt backstage voor alleen YouTubers? Want vorig jaar kwamen we daar gewoon kijkers tegen, wat echt super retarded was. Ik heb gehoord van heel veel mensen van bijvoorbeeld The Gathering en van V dat allemaal gefixt is. Dat ik daar geen zorgen meer over hoef te maken. Maar ik maak me toch altijd stiekem een beetje zorgen. Aangezien er nou veel meer kijkers komen dan vorig jaar. En ik ook veel meer kijkers dan vorig jaar aanspreek. Wordt het toch wel een probleem. En dat spreek ik niet alleen over mezelf. Maar spreek ik over iedereen van de squad. Die jongens zijn echt ziek groot op YouTube. Spreken zoveel mensen aan. En wij met z'n vieren zijn gewoon. Ik maak me daar gewoon een beetje zorgen over. En ik denk dat dat ook wel terecht is. Maar toch heb ik er heel veel zin in om jullie allemaal grotendeels te kunnen ontmoeten. En gewoon lekker een gezellige dag van te maken. Dat is in ieder geval mijn doel. En daarom zeg ik ook van, alle stress die ik erover maak, en alle zorgen die ik erover maak, moet ik eigenlijk gewoon een beetje opzij schuiven. En ik moet het gewoon over me heen laten komen. En gewoon van genieten. Want dat is waar zo'n meeting voor is. Ik moet me niet te veel zorgen maken over alle ifs en buts. Maar gewoon gaan. Gewoon met vrienden gezellig coole shit doen. En het gewoon over me heen laten komen. Zonder al te veel gezeik. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. En ik denk dat ook voor jullie het belangrijkste is. Zie je mij, kom naar me toe. Wees niet te druk. Ga gewoon lekker chill. Vraag om een handtekening. Vraag om een fotootje. Ga niet fangirl op niks af. Want dat heeft geen zin. Wij zijn ook gewoon mensen. En wij zijn er gewoon om met jullie te chillen. En om met jullie te praten. Met jullie een handtekeningetje doen. Knuffel geven. Foto maken. Alles in die richting. Jullie zijn onze kijkers. Wij zijn YouTubers. Wij zijn er voor jullie. Jullie zijn er voor ons. Het is gewoon een leuke dag voor ons allemaal. Maak het nou niet erger dan het al is. Als het erg is, I don't know. Ik denk dat ik zowel mijn mening heb verteld over meetings. Ze zijn awesome, maar chaotisch. En ik hoop dat ik die grens kan vinden tussen plezier en stress. Denk ik. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb geluld. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je dit, zoals ik aan het begin van de video zei, vaak zien? Laat het dan weten met een duimpje omhoog of een reactie in de reacties beneden. Klik op de kaart als je een van mijn vorige video's wilt zien. En ik zie je in de volgende aflevering van GTA, wat waarschijnlijk weer een normale aflevering zal worden. Want dan heb ik weer vrienden gevonden om met op te nemen. En oké, doei. Ik moet even één ding doen voor vrouw Bama, oké? Bruh. Oké, denk je dat vrouw Bama dit wel lukt? Vrouw Bama is neer.